Universiteit van Nederland. Legt uit. Maken brood, vis en kauwgom je slimmer? Er zijn in ieder geval 3 voedingsproducten waarvan aangetoond is dat ze een effect kunnen hebben op de leerprestaties. Vette vis, zalm, volkoren boterham en kauwgom kauwen. En hoe dat nou precies werkt, dat ga ik je uitleggen. Tip 1. Eet vaker vette vis. Vis, en dan met name vette vis, bevat hele bijzondere vetten. De zogenaamde omega-3 vetzuren. Hele belangrijke bouwstenen van alle cellen in het menselijk lichaam. Daarom zorgen ze er ook voor dat wij juist goed kunnen leren. En dat komt omdat ze een hele bijzondere bouw hebben. Daarvoor moeten we eerst heel diep in de hersenen gaan kijken. In de hersenen zitten allemaal zenuwcellen. En die zenuwcellen zijn met elkaar verbonden aan de hand van allerlei verbindingen. In het begin van je leven, als baby, heb je nog best wel weinig verbindingen. Daardoor kun je en weet je als baby ook nog niet zoveel. Maar naarmate je ouder wordt, maakt je brein steeds meer verbindingen aan. Daardoor werken je hersenen steeds beter. De omega-3 vetzuren, die stimuleren de aanmaak en de kwaliteit van die verbindingen. Want als je nog dieper inzoomt op zo'n hersencel, dan zie je ongeveer dit. De buitenkant van een zenuwcel is gemaakt van vetmoleculen. Dat zie je hier op deze papieren stroken. Die zitten heel dicht tegen elkaar aan, maar er is wel ruimte om stoffen door te laten. Voedingsstoffen, zoals suikers, zuurstof, en neurotransmitters, boodschappenstofjes. Uitwisseling van deze stoffen is eigenlijk de basis van leren. Hoe makkelijker die stoffen in en uit de cel gaan, hoe beter je kunt leren, hoe beter de hersenen kunnen functioneren. Maar dat gaat niet vanzelf, want die vetmoleculen moeten eerst aan de kant geduwd worden. Maar een omega-3 vetzuur heeft een andere vorm. Die heeft het model eigenlijk van een soort van sok. Met een knik hierin. Daardoor zorgt hij voor meer ruimte in die buitenkant van die cel. En dan kunnen al die stofjes veel makkelijker in en uit de cel getransporteerd worden. Maar dan moet je wel op tijd beginnen. Het kost namelijk minimaal 3 maanden voordat de omega-3 vetzuren die je via de voeding binnenkrijgt daadwerkelijk ingebouwd zijn in de buitenkant van je hersencel. Mocht je nou liever geen vis eten, dan kun je ook gebruik maken van olijfolie of walnoten. Maar er zit wel veel minder omega-3 vetzuren in dan in vette vis. Tip 2. Kies vaker voor een volkoren boterham. Volkoren boterhammen bevatten heel veel koolhydraten. Zeg maar een soort van suikers. Het is een hele belangrijke brandstof voor je hersenen. Bij volwassenen gaat maar liefst 20% van al die energie die je op een dag tot je neemt rechtstreeks naar je hersenen. Maar bij kinderen en jongeren kan deze hoeveelheid stijgen naar maar liefst 60%. Waarom kun je dan het beste een volkoren boterham eten in plaats van een boterham zonder volkorenmeel? Dat komt omdat die koolhydraten die in die boterhammen zitten verschillend zijn. In een gewone boterham zijn de koolhydraten eenvoudige suikers. Dat is heel fijn, want dat is onmiddellijk brandstof voor je hersenen. Maar alles wat je te veel binnenkrijgt, wordt opgeslagen als vet in je lichaam. En met vet, daar kan jouw brein niet zo heel veel mee. Maar ondertussen hebben je hersenen minder energie ter beschikking om te functioneren. Kun je je minder goed concentreren en kun je minder goed leren. In een volkoren boterham bestaan de koolhydraten uit complexe suikers. Hele ketens van suikers aan elkaar geplakt. Het lichaam moet dat eerst in kleine stukjes knippen, alvorens je ze als brandstof kunt gebruiken door de hersenen. Daardoor komt er steeds een beetje energie beschikbaar. De energie wordt niet opgeslagen in de vorm van vet, maar is continu een beetje brandstof voor je hersenen, waardoor je langere tijd kunt blijven concentreren en beter kunt blijven leren. Tip 3. Kauwgom kauwen. Kauwgom? Dat eet je natuurlijk niet echt op. Maar het is wel een andere factor waarvan we vermoeden dat ze de hersenprestaties en daarmee het leren en eigenlijk ook het concentratievermogen beïnvloeden. Als je kauwgom kauwt, dan heb je je kaakspieren nodig om die kauwgom te kunnen vermalen. Die kaakspieren die hebben wel energie nodig en zuurstoftoevoer. Je hart moet harder gaan kloppen,
Daardoor wordt er meer bloed met zuurstof en voedingsstoffen naar je kaken vervoerd. Dus je kaken kunnen beter gaan werken. Echter, het is niet zo dat het hart rechtstreeks via een hele grote slagader, de halsslagader, bloed stuurt naar de kaken. Nee, in praktijk gaat dit een beetje anders. Die grote halsslagader, die heeft een zijtak die naar de kaken toe gaat. Waar gaat dan die grote halsslagader heen? Nou, naar je hersenen. Dus op het moment dat je kakenspieren meer kauwgom gaan kauwen, vragen je kaakspieren om meer bloed, rijk aan zuurstof en rijk aan voedingsstoffen. Je hart gaat harder kloppen, stuurt meer bloed naar de kaken toe, maar niet al het bloed kan naar die kaakspieren toe. Het grootste deel zal dus rechtstreeks naar die hersenen toe gaan. Die hersenen krijgen meer zuurstof, die krijgen meer voedingsstoffen, die kunnen beter functioneren. Dus je kunt je beter concentreren en je kunt beter leren. Waarom zijn kinderen soms van die moeilijke eters en wat doe je daaraan? Ik ben Gertrude, voedingswetenschapper en ik leg het je uit in de volgende aflevering.